Ja, het is nu een CD en DVD. Verschillen die nog, zeg maar, qua... Ja, de DVD is het hele concert, gewoon van A tot Z. En de CD zijn de hoogtepunten eruit. Oké, dat is... Ja, een track of 12, 14 of zo zijn dus, dat. Ja. Minder nog dan de Hul, wat je zei, 29 en 12. Ja, okay. Ja, we hebben gewoon echt daar gekozen voor wat herkenbare hoogtepunten. Okay. En de DVD, zit er nog naast het concert nog extra materiaal op? Ja, daar zit volgens mij, dat heb ik allemaal nog niet gezien namelijk. Nee. Daar zit allemaal nog backstage materiaal in en de totstandkoming van en dat soort dingen. Okay. Wat je normaal ook wel ziet. We hebben het wiel niet opnieuw uitgevonden. Nee, oké. Even kijken, wat zijn je plannen vanaf nu, zeg maar? Ik bedoel, je hebt die CD en DVD, dat is gewoon bestaand materiaal. Mm-hmm. Je CD Wijzer is volgens mij eind vorig jaar uitgekomen, die is nu ook goud geworden. Ja. Heb je nog voor jezelf? Ja, er zijn genoeg plannen. Oké, en noem er eens één. We gaan nu beginnen met schrijven voor een nieuwe studioplaat die volgend jaar uit moet komen. En dat is eigenlijk het belangrijkste dat we nu moeten doen. Want dat is natuurlijk weer de voeding van de andere plannen die we eventueel nog willen uit gaan voeren. Dan zit nog steeds de vraagstelling, gaan we 2007 ook een stadion doen? Nou, wat mij betreft wel. Dus ik denk dat we die klap nog één keer gaan uitdelen. Ja. En dan wordt het vanzelf 2008. En de eerste 3 maanden van 2008 gaan we het theater weer opnieuw in. Met het nieuwe materiaal. Maar wat ik zeg, eerst wordt het belangrijk om die plaat even goed te maken. De agenda zit nog erg vol met optredens die we nog moeten doen. Of mogen doen. Dat moet ik goed zeggen. Mogen doen. En dus er is nog genoeg werk aan de winkel. Bijvoorbeeld met die nummers, ben je al aan het schrijven? Nee, dat proces heb ik nu ingezet. Ik merk dat ik er wel erg veel zin in heb. De afgelopen maanden voor het concert en ook wel na het concert waren vrij hectisch allemaal. Ik had ook nog een geboorte. Ja, ik ben nog een keer vader geworden vlak voor de concert en zo. Dus ik had mijn tijd en mijn rust genoeg nodig om die dingen allemaal een plek te geven. En nou merk ik dat ik er onwijs veel zin in heb om nieuwe stukken te gaan schrijven. En je voelt ook dat er al in gedurende die tijd dat je al het een en ander verzameld hebt ongemerkt. En nou wordt het tijd om dat te structureren en om te zetten in mooie muziek. Hoe gaat dat bij jou? Schrijf jij zelf zeg maar teksten of schrijf je ook een stuk muziek? Of wordt de pianopartij wordt aangeleverd door Yamato? Of hoe gaat dat? Ja, de al die dingen. Soms is er eerst een melodie bij mij. Ik werk meestal vanuit de tekst. Dus ik probeer een tekst te schrijven die een basis kan zijn voor een liedje. En dan heb ik meestal ook al wel weer in mijn hoofd hoe die dan ongeveer moet gaan klinken. Maar het laat me ook graag verrassen. En zo vormt zich dat langzaam, eigenlijk. En heb je al teksten liggen? Nee, wat ik zeg, het zijn allemaal kreten en indrukken en andere dingen. Maar ik merk nu ook aan mezelf, als ik op de radio hoor of als ik iets op televisie zie of ik vang iets op in gesprekken, waar dan ook, dat ik langzaam met mijn oor alweer dit ga doen, dat is meestal een goed teken. Dan staan de voelsprieten weer recht overeind. En dan merk ik ook dat dat gaat gebeuren. Noem er eens eentje die je misschien al hebt opgevangen. Een kreet of waar je door laat inspireren misschien. Nou ja, er zijn altijd... Ik vond de afgelopen maanden met de concerten en de geboorte, dat zijn zoveel indrukken in één keer, vooral positief, dat wel moet resulteren in een zeer vrolijk ding. Komt dat dan zeg maar, laat je dan meer inspireren door een gevoel? Of schrijf je ook echt over een soort gebeurtenis als in... Nee, het laat me wel even leiden door het gevoel. Okay. En dan ga ik dan probeer ik een kreet op te plakken of een zin op te plakken of een woord op te plakken. En zijn er nu een aantal, ik moet nou even gaan kiezen. Okay. Maar je wil niet zeggen wat je denkt. Nee, maar als hetzelfde gaat, roep ik nou iets en dan komt het er niet op. Ja. Nee, mocht je iets weten, alvast weten wat zeker is, ik denk misschien weet je dat. Nee, oké. Okay.